Een smoes die de Bedri's vaak gebruiken is het concept van taqiyya. Zoals ik al vaker heb gezegd, de Bedri's zijn niet goed geschoold. Ze lezen te weinig overleveringen van de Ahlul Bayt alayhum salam. Ze verdiepen zich nauwelijks in usul al-fiqh. Ze lezen veel te weinig omtrent de islamitische jurisprudentie en komen vaak zonder overleveringen. Dit komt puur omdat ze de boeken niet open doen. Want als ze de boeken hadden opengedaan, zouden zij nooit zo'n corrupte en dwalende stroming volgen als het Bedrisme. Een van hun misconcepties is dat bijvoorbeeld een geleerde Abu Bakr en Omar prijst door middel van taqiyya, uit noodzaak. Hoe gaan wij hiermee om? Daarvoor heb je eigenlijk twee situaties. De eerste situatie is dat een geleerde het recht heeft om taqiyya te gebruiken. Bijvoorbeeld, een geleerde wordt, bijvoorbeeld in een land waar veel terrorisme heerst, bijvoorbeeld door ISIS wordt hij opgepakt. En ze zeggen tegen hem: ben jij een Sjiïet, ja of nee? En dan zegt hij bijvoorbeeld: nee, ik ben geen Sjiïet. Dan zeggen ze tegen hem: wat vind jij van Abu Bakr en Omar en Aisha? Dan prijst hij hem bijvoorbeeld. Waarom doet hij dat? Om te overleven. Omdat hij wil overleven, die persoon. Daar is niks mis mee. Hij overleeft. Mocht hij voor een dwaling hebben gezorgd als geleerde, dan kan hij altijd zeggen: ik deed het in een noodsituatie. De correcte wetgeving is 1, 2 en 3. Dit is een juiste vorm van taqiyya. Maar je hebt ook mensen die zitten bijvoorbeeld live op tv met vier camera's om zich heen, met airconditioning, met de beste stoel zitten ze daar. En dan vraagt een presentator random aan die geleerde: oh geleerde, en hij is beschermd natuurlijk, wat vind jij van Abu Bakr en Omar? En dan prijst hij ze uit het niets. Dit is een verbod op taqiyya op dit moment. Jij zit in een veilig land en jij hebt een hele luxe leven. Waarom zou je taqiyya gebruiken? Door jouw taqiyya, dat is geen taqiyya eigenlijk, maar dat noem je misleiding. Taqiyya gebruik je in een noodsituatie, een gevaar. Niet wanneer het tot misleiding zorgt van de jongeren. Dit is een misleiding waar jij voor verantwoordelijk bent. Wanneer jij de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam prijst, zullen de Sjiïten automatisch de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam gaan prijzen. Net als dat je, als je bijvoorbeeld één geleerde zal hebben, of een groep geleerden zal hebben, die automatisch ISIS bijvoorbeeld zou gaan prijzen. Dan zou je ook blindelings vast wel Sjiïten hebben die ISIS ook gaan prijzen. Omdat ze die geleerden volgen. Dat is een dwaling die we hebben. En de Ahlul Bayt, alayhum assalam, waren zeer duidelijk met de definitie van taqiyya. Lees met mij mee in het boek Al-Kafi. In Al-Kafi van Sheikh Al-Kulayni, rahmatullahi alayh. Zeer duidelijke taal, lees met mij mee. Imam Al-Baqir, alayhi salam, zei: taqiyya is ingevoerd om bloed te beschermen. En in een andere overlevering zei Imam al-Baqir alayhi salam: taqiyya is in iedere noodzaak. En de praktiseerder ervan weet het beste wanneer hij het moet praktiseren. De Ahlul Bayt alayhi salam zijn heel duidelijk hierin. De praktiseerder weet wanneer hij taqiyya mag gebruiken, ja of nee. Dus wanneer hij mag zwijgen over zijn geloof. Bijvoorbeeld om zichzelf te beschermen. Maar wanneer je voor een dwaling zorgt, nee.
dan moet je opkomen voor je geloof. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de Ahlul Bayt alayhum assalam hebben in verschillende overleveringen gewaarschuwd voor geleerden die voor een dwaling zorgen richting de volgelingen van de Ahlul Bayt alayhum assalam. De profeet heeft gezegd: de slechtste geleerden zijn degenen die voor een dwaling zorgen. En in een andere overlevering van de imams hebben zij gezegd dat er zelfs ketters zullen zijn, dus ongelovigen zullen zijn, ook al zijn zij afstammeling van Fatimi, Mohammedi, Alawi, hoe je ze ook maar wilt noemen. De naam zegt niks, het gaat om het geloofsleer van die persoon. Is dat geloofsleer het pad van de Ahlul Bayt alayhum assalam, ja of nee? En onze imams alayhum assalam hebben ook een grens vastgesteld voor het gebruiken van taqiyya. En dit staat ook in onze boeken. Zoals ik al zei, het probleem is, men leest niet. Taqiyya, men hoort taqiyya, klaar, we doen aan taqiyya. Alsof het een vrije keuze is. Absoluut niet. De Ahlul Bayt alayhum assalam hebben daar grenzen voor vastgesteld. Laten we lezen. Imam Sadiq alayhi salam zei: er zijn situaties waarin taqiyya gepraktiseerd kan worden, maar wie het misbruikt zal geen voordeel treffen. Een van die situaties is bijvoorbeeld dat een slecht volk aan de macht komt die anders regeren en praktiseren dan de waarheid. In zo'n situatie mag de gelovige taqiyya praktiseren tot de mate dat er geen schade berokkend wordt aan de religie. Zo'n gebruik is toegestaan. En in een andere overlevering zei imam Ali alayhi salam het volgende: ik hoorde de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeggen: wie er gevraagd wordt over een gedeelte van kennis, maar het vervolgens verbergt, terwijl het verplicht is om het te openbaren, en het vervolgens verstopt middels taqiyya, die zal dan op de dag des oordeels beteugeld komen in teugels van vuur. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij waarschuwt voor taqiyya. Dus we hebben overleveringen die staan taqiyya toe, en we hebben overleveringen die geven een limiet aan taqiyya. En we moeten vandaag de dag even nadenken. Wij vandaag in Nederland. We zijn veilig. We kunnen vrij ons geloof openbaren. We kunnen vrij spreken naar de mensen toe. We zijn veilig. Wat is het nut van taqiyya? Waarom kunnen wij niet hier taqiyya stopzetten op Abu Bakr en Omar? Dat we zeggen, we gaan deze twee personages academisch analyseren en weerleggen. Klopt, er zullen wellicht maatschappelijke vraagstukken zijn, of wetten zijn, waarin je genoodzaakt bent om te zwijgen. Zo zijn er bijvoorbeeld onderwerpen waarover wij in Nederland niet kunnen praten, omdat de wet dat niet toelaat. In zo'n situatie kan je een taqiyya gebruiken, een milde taqiyya gebruiken, om gewoon dat onderwerp met rust te laten en om over wat anders te praten. Maar het is niet nodig om de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam hier in Nederland te prijzen. Om bijvoorbeeld een bekende vijand van de Ahlul Bayt alayhum assalam is Aisha bint Abu Bakr. Is dat er bijvoorbeeld een Shiïtische preker in Nederland zegt: hoe kunnen er tv-kanalen hier in het Westen, in Europa, de vrouwen van de profeet beledigen? En dat er bijvoorbeeld beledigingen komen naar heiligdommen van andere religies. Nee, taqiyya is niet meer nodig. Dus hebben wij toestemming om de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam te beledigen. Wat is daar mis mee? Als de Ahlul Bayt alayhum assalam het hebben gedaan en wij baseren de beledigingen op de woorden van de Ahlul Bayt alayhum assalam, wat is er dan nog verboden? Wat is er dan nog verkeerd?
En de imams, alayhum assalam, hebben zelf hiernaar verwezen. Lees met mij mee in het boek Tafsir al-Askari. Imam al-Askari, alayhi assalam, zei: Hij is de genadevolle voor zijn gelovige dienaren. En dat zijn de Shia van de familie van Mohammed. Hij heeft hun toestemming gegeven om taqiyya te praktiseren. Zij tonen openlijk hun loyaliteit aan de vertegenwoordigers van Allah. En hun haat voor zijn vijanden. Als zij dat kunnen. Als zij dat niet kunnen, dan verbergen ze het. Vandaag de dag kunnen wij dat heel makkelijk in Nederland doen. Kunnen wij makkelijk de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam weerleggen en op een academische manier analyseren. We leven niet in een land waar bijvoorbeeld bomaanslagen worden gepleegd op moskeeën. Waar bijvoorbeeld als ze kijken op jouw ID heet je Ali of Hussein dat je wordt onthoofd. Nee. Wij hebben de pure vrijheid om de woorden van de Ahlul Bayt alayhum assalam in het Nederlands te vertalen en om die te openbaren. Alleen de vraag is, gaan wij daar gebruik van maken? Ja of nee? Gaan wij de jongeren de vrijheid geven om de woorden van de Ahlul Bayt alayhum assalam naar voren toe te brengen? Om die woorden van de Ahlul Bayt alayhum assalam te verspreiden, hoe hard die woorden ook soms wel niet mogen zijn. Het zijn de woorden van jouw imam alayhi salam. Klopt, we hebben overleveringen waar de imam alayhi salam bijvoorbeeld een zachte toon gebruikt voor een bepaalde situatie. Maar we hebben ook overleveringen waarin de imam alayhi salam een harde toon gebruikt tegen de vijanden van de Ahlul Bayt alayhi salam. Waarom worden al die overleveringen verborgen gehouden? En wanneer er bijvoorbeeld jongeren zijn die overleveringen vertalen en op het internet verspreiden, zegt men, dit zijn extremisten. Dit zijn Engelse spionnen bijvoorbeeld. Hoe vaak hebben we die misconceptie wel niet gehoord? En dit is het argument van het betterisme. Ze zijn niet bereid om een discussie aan te gaan. Dit zeg ik uit persoonlijke ervaring. Wanneer je tegen ze zegt, kom in discussie, zeggen ze, ja, wij willen niet inhoudelijk op jou ingaan. Oké. Met een geleerde, maak je een afspraak met een geleerde, komen ze niet opdagen. Wat doen ze vervolgens? Gaan ze een afspraak maken met een geleerde die ik niet erken. Hoe kan dat? Wat voor rechtvaardigheid is dat? En dan verwachten ze dat ik bijvoorbeeld met een tulband aan tafel ga zitten met een persoon waarvan ik die tulband niet eens herken. Waarom zou ik met die persoon aan tafel gaan zitten? Andersom ga ik ook niet een verplichting stellen op de batteries om aan tafel te komen zitten met een tulband van mijn kant. Nee, we zoeken een middenpersoon, een persoon die een middenweg is tussen beide partijen. Hebben we die persoon eindelijk gevonden, komt niemand opdagen. Maak je een afspraak, komen ze niet op tijd en locatie. Waarom? Want ze weten dat ze geen kennis hebben. Ze weten dat ze niet in staat zijn om deze geloofsleer te weerleggen. Omdat ze de boeken niet hebben gelezen. Omdat ze niet op de hoogte zijn van de woorden van de Ahlul Bayt alayhum assalam. Ze zijn zelfs niet op de hoogte van wat hun eigen geleerden, die ze zo prijzen, wel niet hebben gezegd. En daarom gaan ze die discussie niet aan. Dus gebruiken ze andere tactieken. Tot die tactieken behoort bijvoorbeeld het roddelen over mede-Shiiten. Daar hebben ze, masha'Allah, hun master in behaald. Het boycotten van mede-Shiiten. Eenheid zoeken met organisaties om tegen een bepaalde rouwzanger of tegen een bepaalde preker een boycott te vormen. Terwijl andere organisaties er niks mee te maken hebben. Dit kinderachtig gedrag van hen.
Dit is hoe zij omgaan hier, vooral hier in Nederland. Maar ik zie het ook in Duitsland, in Europa, in het Verenigd Koninkrijk. Ik zie hoe zo gaan ze om. Ze zijn niet bereid om academisch in discussie te gaan, dus gaan ze druk zetten op andere stichtingen, op je leraren bijvoorbeeld. Ze gaan bijvoorbeeld druk zetten op je ouders.